Exact een jaar geleden ging ik in op de vraag: hoe kan je een betere tennisser worden? Nou, en inmiddels zijn er 12 podcasts opgenomen. Zijn er heel wat leden bij het progressieprogramma gekomen. Toen waren we echt nog maar aan het begin. Zijn er veel goede vragen gesteld en ja, ben ik vanaf mei elke maandag een nieuwe training gaan maken. Naast alle trainingen die erop stonden. Dus ja, ik zou er nu beter antwoord op moeten kunnen geven. En ik denk dat ik dat ook kan. Ik heb destijds, dus een jaar geleden, vooral gezegd, en daar ben ik nog 100% mee eens, dat je regelmatig de baan moet gaan en moet gaan tennissen met de juiste mensen. En wie zijn dan de juiste mensen? Nou, ze moeten net zo gemotiveerd zijn als jij. En ze moeten even goed dan wel niet beter zijn dan jij. En nou, hoe ga je dat dan in de praktijk voor elkaar krijgen? Nou, zorg ervoor dat je op een vast moment met deze personen gaat plannen wanneer je gaat tennissen en hou je daaraan. Komt het diegene niet uit, zorg dan ervoor dat als diegene toch afzegt, bijvoorbeeld een dag van tevoren of twee dagen van tevoren, dat diegene jou een nieuwe blik ballen is verschuldigd. Zo blijf je ballen hebben waarmee je wil gaan tennissen. Nou, dus zorg ervoor regelmatig de baan op gaan met de juiste mensen. Maar dan heb ik natuurlijk nog een hoop andere tips. En ik ga gewoon los, ben lekker een wandeling aan het maken en zat hier gewoon even goed over na te denken. En ik wist ook dat het een jaar geleden was. Dus hier komt ie. Ga meer doen dan alleen op de baan staan. Dus je wil ook bezig zijn met andere aspecten dan alleen het slaan van de bal. Maar wanneer dan? Nou, zoals nu is het koud. Nu zijn er geen toernooien, ook door corona. Maar is het toernooien en het competitieseizoen voorbij. Ga dan vol zitten op je conditie, dus je fysieke aspect, en op je technische aspect. Waarom? Doordat er heel lang geen wedstrijden zijn, kan je nu technische aanpassingen maken. Want het is helemaal niet zo erg meer als je nu bijvoorbeeld je backhand verandert en die een paar keer uitgaat, want je hebt voorlopig geen wedstrijd. En je kan gewoon met veel spierpijn rondlopen, want je hebt voorlopig geen wedstrijd. Dus daar kan je gewoon een transformatie in gaan maken. Maar komt er dan vervolgens wel een wedstrijd en een toernooi of competitie, dan wil je dat dat technisch en fysiek allemaal op orde is. Dat je niet snel blessures krijgt, dat je goede ballen kan slaan. Maar dan wil je natuurlijk je tegenstander heel slim af zijn, tactisch slim spelen en mentaal weerbaar zijn. Dus je wil bijvoorbeeld goed kunnen blijven spelen als het spannend wordt. Als je tegenstander beter gaat spelen. Je wilt met veel vertrouwen kunnen spelen. En je wilt ook terug kunnen komen als je achter staat. Nou, en dat kan je allemaal gaan aanpakken wanneer er weer wedstrijden zijn. Nou, voor nu, ik laat heel even mijn mobiel zakken. Want ik heb een lam arm. Ja, zijn we weer. Ja, de volgende tips, en overigens alle tips zijn eigenlijk meer principes of dingen die je gewoon op je eigen manier ook wel moet gaan doen natuurlijk. Maar het is niet bijvoorbeeld van ga door je knieën of hou je racketjes en zo. Daar zijn eigenlijk, dat ligt allemaal onder die tips. Maar ga dus ook werken aan wat jij nodig hebt. Dus test je spel. Nou, hoe test je je spel? Dat kan bijvoorbeeld bij Test Your Game. Heb ik afgelopen weekend nog met 8 spelers gedaan. En als jij weet wat er heel erg goed gaat, dan kan je daar vertrouwen uit krijgen tijdens wedstrijden. En kan je dat wat heel goed gaat nog beter maken en dus echt een wapen van maken. Maar ook als je weet waar je tegenstanders jou op pakken, dan kan je dat ook weer verbeteren. Waardoor jij je minder snel punten gaat verliezen. En zo heb ik bijvoorbeeld iemand gehad die nou niet de fysiek alles op orde had. Nou ja, als deze persoon dit wel gaat doen, dan is hij zeker een betere speler. Want nu is het bijvoorbeeld te zien, hij is minder snel. Hij houdt bepaalde krachtsituaties minder lang vol. En daardoor houdt hij de derde set, zegt hij, ook niet lang vol. Nou ja, en als hij dat wel kan gaan doen, dan gaat hij natuurlijk gewoon meer progressie boeken als fanatieke speler. Overigens iets wat we dus willen in het progressieprogramma. Nou, dan is de volgende tip dat je gaat laten adviseren door experts. Dus je weet zelf vast heel goed nu wat je moet doen. Je hebt bijvoorbeeld YouTube video's. Hopelijk dat je die van mij kijkt. En anders ook van anderen. Maar dan heb je natuurlijk nog steeds dat de expert jou ter plekke zou kunnen adviseren wat jij zou kunnen verbeteren. Nou, dat kan bijvoorbeeld zijn een tennistrainer die jou ziet spelen. En zegt van hey, ik zie dat je heel voorzichtig speelt. Terwijl ik volgens mij jou veel beter zou kunnen spelen als je aanvallend speelt.
Of op je techniek gewoon tips zou kunnen geven. Maar ook bijvoorbeeld videofeedback. Nou ja, die kunnen wij je ook geven. En zo zijn er eigenlijk allerlei dingen waarvan jij misschien zelf het idee hebt dat je heel goed weet wat je moet doen. Maar geloof me, experts weten het altijd beter. Dat heb ik zelf ook weer laatst ondervonden. Dat ik gewoon een klein deeltje in mijn spel moest veranderen. Waardoor ik nu eigenlijk veel lekkerder speel. En hopelijk ook volgend seizoen een stuk beter ga spelen. En de volgende tip die ik dan heb is zorg ook dat je rust hebt. Dus ik ben nu bijvoorbeeld lekker aan het wandelen. Maar dat doe ik eigenlijk heel veel te weinig. Want ik ben alleen maar bezig met of mijn eigen spel of met Tennis the World. Of ik ga dus naar een sportschool wat ook met mijn spel te maken heeft. En ik ga eigenlijk maar door. Nou ja, eigenlijk ben ik nu dus ook een video aan het maken. Dus ik moet misschien even iets meer rust inbouwen. Maar nergens gaat goed. Wat ik als advies heb, is dat je niet alleen maar door kan knallen. Dus je moet af en toe ook juist lekker rust pakken. Zorg dat je spieren bijvoorbeeld herstellen. Maar ook dat je gewoon doordat je genoeg slaapt, dat je dan gewoon wat meer plezier hebt in op de baan, maar ook buiten de baan. Ja, en dat gaat je gewoon helpen om beter te spelen. En dan is de laatste tip. Ga doelgericht met je spel aan de bak. Dus ga een plan volgen. Hopelijk heb je een hele goede trainer en die heeft een plan voor jou hoe jij je spel kan gaan aanpakken. En is hij ook niet met van alles en nog wat bezig of maar alleen met techniek. Maar werkt hij gewoon echt stap voor stap aan één ding. Maar vergeet hij niet de tactische, mentale en fysieke aspecten. Wat natuurlijk super moeilijk is voor een uurtje tennisles. Dus als hij alleen al maar bezig is met één aspect op je techniek, dan is hij gewoon goed bezig. Maar wat je zou kunnen doen, is dat je echt een plan gaat volgen om je spel aan te pakken. En dat je daardoor ook weet wat je wanneer moet gaan doen. Maar zeker dan ook meer progressie gaat boeken. Dus als je maar gewoon de baan op gaat en maar wat doet. Of de baan opstapt bij een trainer en maar geloof wat hij voor je bedenkt. Maar elke keer leer je weer wat anders. Dan moet je misschien een andere aanpak gaan doen. En die aanpak die heb ik voor je. Binnen het progressieprogramma. En die zou je dus kunnen proberen voor 7 dagen gratis. Kijken of het je bevalt. Maar in 7 dagen ben je natuurlijk nergens. Je moet het voor een langere tijd proberen. Maar gewoon de methodiek kan je dus testen. En daarnaast ga dus je laten helpen door een goede trainer op de baan. En kom anders af en toe in de zoveel tijd naar onze offline events. En dan heb je ook dat je dus met regelmaat de baan opgaat met ons. En de juiste mensen die gemotiveerd zijn en van jouw niveau zijn. Succes en vergeet je niet te abonneren.